manier van werken uittesten, hoe dat ontharding eigenlijk heel grote meerwaarde kan betekenen voor de omgeving. Het groene is voor ons heel belangrijk. We zijn daarnaast ook een klassieke school, ASO-opleiding. We zijn kleinschalig, maar de derde grote pijler is de groene omgeving, waar we toevallig in zitten. Dat is historisch zo gegroeid, maar die zeker een belangrijke aantrekkingskracht is voor onze school en waar we dus moeten in investeren. Het is trouwens wetenschappelijk ook bewezen dat als leerlingen in een groene omgeving les krijgen, dat dat bevorderlijk is voor hun welbevinden, dat is nogal evident. Maar dat dat ook hun concentratie tijdens de les verhoogt. En er zijn onderzoeken die aantonen dat ook de effecten daarvan op het hoger onderwijs nog merkbaar zijn. Dus daarin investeren is niet alleen maar voor de schone omgeving, maar is ook pedagogisch en didactisch, denk ik, belangrijk om dat voor ogen te houden. Het voordeel is geweest, door die vraag te krijgen, dat we hebben moeten nadenken over, ja, wat willen we nou eigenlijk ook op langere termijn? En dat is eigenlijk wel goed, want normaal denken wij andersom in het onderwijs. We kijken eerst hoeveel geld hebben we en wat kunnen we daarmee doen. Maar nu hebben we dus een plan liggen dat nog niet gerealiseerd is, maar het is wel iets waar we naartoe kunnen blijven streven. En we hebben daarvan nu, met de subsidies die we van jullie hebben gekregen, de eerste stappen wel kunnen zetten. En dat is toch al een belangrijke eerste stap geweest. We hadden op onze school op Terlinde een probleem bij regenweer. De speelplaats was vol met stenen. En onze riolering kon dat eigenlijk niet slikken. Dus als het een bui had gedaan, dan konden wij eigenlijk zelfs de volledige dag en de dag nadien niet meer op de speelplaats, omdat het water eigenlijk niet kan wegtrekken. Het spel van de kinderen was soms moeilijk. We hadden een groot stuk dat ingepalmd werd door het voetbalveld, door het basketbalveld. En daardoor liepen dan de andere kinderen die hun ander spel speelden. En dan hadden we ook aan de kinderen, de leerlingen van de school, gevraagd van wat hebben zij op de speelplaats eigenlijk nog wel nodig of op de school nodig om zich beter te voelen. En daar kwam eigenlijk het stukje bij dat ze wel aangaven dat op de speelplaats dat het vaak heel druk is en sommige kinderen hebben wel nood aan een rustiger plekje. Ik zie het als een meerwaarde, de ontharding, omdat we meer en meer ook willen inzetten op het buiten spelen, maar ook het buiten leren. We waren daar voordien als school, als team al mee bezig om wel vaker buiten te komen, om bewegend leren toe te passen. En met een ontharde speelplaats merken we nu dat dat veel beter lukt. Als gemeente willen we twee dingen. Willen we enerzijds structureel nadenken over hoe we in Wijnegem op lange termijn, de komende jaren, maximaal steenstukje kunnen vervangen door extra groen of speelruimte voor mensen. Aan de andere kant wilden we ook op korte termijn dingen realiseren op het terrein. En zo kwamen we op het idee om op verschillende plekken waar dat we nu van zagen, stoepen, parkeerplekken, stukjes verharding waar eigenlijk het gras eerder naar boven schoot, wat eigenlijk een signaal was dat er geen of weinig mensen overliepen of auto's overreden, dat wij die plekken wilden wegnemen, omdat die toch onderbenut waren en voor onze groenist alleen maar een last waren qua onderhoud. De eerste ervaring die we hebben gehad met die onthardingsgolf in samenwerking met Geurand, dat was een heel positieve ervaring. Positief in de zin van dat we op korte termijn echt een concreet resultaat hebben kunnen realiseren, visueel, zichtbaar in het straatbeeld. Aan de andere kant positief omdat we onze Wijngemenaren er zo warm hebben voor kunnen maken. Niet alleen de Wijngemenaren die in het participatietraject meezaten, maar ook mensen die van op een afstand het zagen gebeuren en geprikkeld werden om mee te doen. Wij moeten er feitelijk voor zorgen dat dat water infiltreert ter plaatse. Dat is het verblauwen. In het vergroenen is, wij hebben heel veel parken in Deurne. Die parken zijn gemiddeld. We hebben een lage temperatuur in de zomer dan de omliggende straten. En wij gaan door de vergroening aan de straten en door het bouwen van nerven en nerfstructuren ervoor zorgen dat er lucht van die groene zones naar de verharde en dus warme zones gevoeld wordt om die af te koelen.
En op een week kun je een heel kruispunt eigenlijk vergroenen en het verkeerd parkeren tegengaan. Dus op een heel snelle manier kun je twee problemen aanpakken eigenlijk. We zijn een machineombouwer en we leveren onze machines wereldwijd. Kwaliteit moet er zijn en ja, kwaliteit, duurzaamheid. Hier het zicht op de pachting, ja, die inderdaad verhard is en waar dat wij een ontharding willen op uitvoeren, maar met de mogelijkheid nog wel altijd om auto's te kunnen parkeren. De trigger is eigenlijk gekomen door het aanleggen van een nieuwe straat en daar een gescheiden afvalwatervoorziening te hebben en de verplichting die we ertoe krijgen als bedrijf om ook mee aan te sluiten. Bijkomend moeten we dat niet meer doen, we moeten toch alles openbreken. Kunnen we dat niet tegelijkertijd een meerwaarde geven? Daar kon er niet beter van worden, maar wel de mensen die er werken. Ja. En uiteindelijk, het bedrijf is de mensen die er werken.